In dit huisje zouden Mike en zijn vrienden een weekje vakantie vieren. Het is eigendom van de ouders van een van Mikes vrienden, Ricardo A. uit Soesterberg. Hij neemt Mike hiermee naartoe op wintersport. En ook de 20-jarige Ricardo van V. uit Soesterberg gaat mee. Op de eerste avond wordt er flink gedronken en de mannen krijgen ruzie. Wat er daarna gebeurt is niet duidelijk, maar de volgende ochtend blijkt Mike dood te zijn. Hij is meerdere malen gestoken. De politie denkt meteen aan moord, maar de advocaat van Ricardo A. betwijfelt dat. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat er sprake is van een uit de hand gelopen ruzie van deze drie vrienden en hoe die is veroorzaakt en uh, ja, dat is volslagen onduidelijk. De dood van Mike is groot nieuws in zowel Nederland als Tsjechië en ook in onze regio maakt het diepe indruk. Vooral bij het Bunschotense bedrijf Polynorm slaat het in als een bom. Zowel Mike als de vaders van de beide Ricardo's werken daar. Mike O'Stinian is 29 jaar geworden en laat twee kinderen achter.